geluid te horen. Maar goed, we wachten even af. Aan jouw kant, Ruben. Aan mijn kant is het Chef Power die hier het heel aftrapt. Chef Power trapt sportconstructie af. Dat sleurt gewoon gelijk naar het einde. Wat onze... Zag je zoek naar ongekend als omstandigheden, maar tot datgene wat van het gevaar is. Die motoren weer, van de vader is heel slimbaar onderweg hier. Deze sport was terugkant, 95 XL, heel lekker doorgaan. Oké, bijna tot aan de klok in de grond. 25 km per uur word je nog steeds voor een bumper. Ja, komt hij ook hier. De grond zet gestoken. Hoor je dat zo? Hij kent de bom, hij kent de bom. Over de halve van de hele vloer. En dan komt er weer een bom. Ja, en op het moment dat die cabine... Wat een gigantische steekvlam onderuit de motor. Water, water, jongens. Water, water, water. Wordt voorgezorgd dat deze zijde is de verwend Scania weer. Oh, de water is niet meer veranderd. Daar gaat weer de slang. Ja, daar gaat weer de slang. Ik durf hem bijna niet vast te pakken. Aan jouw zijde, Job. Jazeker, aan mijn zijde is die man hier. Die mij net zat oude hoeren. Die man van die gele Scania, Smoking Griffin. Ik probeer het hier een plaatje te schieten. Ja, dat is Kania. Maar nu van de dikke kant gaan. Alsof hij op de vellen rijdt. Jongen, jongen, jongen. En zien we dat er een zegen in is. De man achter het stuur. Uitbalen. Ja, 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 ja. En die heeft de 1500 toeren niet aangetikt hoor. En die heeft dezelfde motor onder de kap als deze zelf trommel. Maar nee, Disqualificatie voor MPM Suzuki. Deze zijn het overdoen van de eerste proefrek, Chef Power. Harbo Poelter, zwaar licht aan het water. Daarna weer iets lichter. Nu gaan we nogmaals luisteren. Ja, dit kan hij nog wat 20 meter volhouden. Ja, dat zou je niet. Maar wel over hoeveel proefrek is nummer 2. Zien van Doorn weer. Uittrekker in de ketting. Waar doet hij? Geen genade. En maximaal veranderen voor. En hier knal vol gras met hoofd op steen. Haha. En die hebben we maar 16. Is de hond er net te veel van het goede voorhand? Red Bull, laatste run hier in de kwalificatie. Haha, jawel. En natuurlijk ook de top gewonnen. Doe maar even een krul naar beneden. Jazeker, 5 op 1 gewonnen. Toen een keer. Mogelijk opgave om nu nog in te gaan halen, maar zeg, jongens, jongens. Aan jouw kant. Bob Veenmoeders, die gaat hier net in van start. Trap de finale af.
de spoor is sprint. Wie er uiteindelijk vandoor gaat hier met plaats nummer 3 in het kampioenschap. Dat is zelf een stuk meer in Iron Man. Oh.